Hey, eventjes de gast John. John, goedemorgen. Goedemorgen. Dus stel jij even voor. Nou, ik ben John. Hi John. Hi. En ik ben alcoholslag. Ik doe een papegaai. Ja, ik ben een goede vriend van Pasha, de DJ. Oh, wij zijn geen vrienden meer. Ja, dat is dan één vriend. En dat is Pasha. Leuk. Goed voorbereid. Ja, jongens, even serieus. Nee, zeker. Dus we gaan bij muziek draaien. Ja, oké. Ja, die Ja. Nou, je bent hier natuurlijk niet voor niks. Je gaat toch wel een behoorlijk avontuur aan als zaankanter. Als zaankanter, ja. Ja, vertel. Ja, anders hadden we niet uit. Nee, anders. Dat is niet langs geweest. Vertel even, wat ga je doen? Nou, ik had het idee opgevat om een klein stukje met de motor te gaan rijden. Ja. En, hoe gauw kom je in de uitzending, hè? Ja. En dat kleine stukje wordt ongeveer een 16.000 tot 17.000 kilometer. Kijk. Dus dat is wel een pittig stuk. Dan ken je daarna meteen in de weg op, hè? Dat is een beetje gemiddelde kilometerstand. Ja, dan zijn de bandjes de vering op en de tank waarschijnlijk ook leeg. Is niet van een oud vrouwtje geweest, heeft niet binnengestaan. Heb maar één keer gereden. Oh, dat waren weer af. Ja, zodat je weet hoe het gaat, hè? Ja, het is een beetje het hele onderwerp komt niet te zwaar. Je moet gewoon je vinger opsteken als het je te druk wordt, hoor. Oké. Dus dan komt het helemaal goed. Hé, maar 17, ik zie hier de kaart wat je gaat doen. Normaal, man, doe even gewoon. Ja, ik begin in Kirgizië. Sorry? Kirgizië. Afghanistan? Bijna. Dat ligt wel in die buurt. Ja, toch? Het is wel een van de stamlanden, zoals dat dan heet. Ja. Maar dat ligt bijna tegen China aan, dus... Nou, misschien kan ik nog een dingetje meenemen. Neem wat vaccins mee, want hun zijn ze daar. Tegen de tijd zijn ze daar wel klaar, Ik zal wat extra wc-papier meenemen, dat is ook wel handig. Hoe neem je dat mee op de motor allemaal dan? Dat is toch allemaal, gewoon, heb je zo'n rugzak op je rug? Of, of een karretje erachter? Ja, maar wacht eventjes. Vertel eventjes waarom. Anders denken we, leuk jongen, die gaat 16.000, 17.000 kilometer rijden. Nou, prima. Zonde, dan krijg je weer van die milieuactivisten. Belachelijk! Hij kan ook nuttige dingen met zijn leven doen. En de luchtvervuiling. Dat doe je niet voor niks. Vertel eventjes wat de bedoeling is van De bedoeling is uiteindelijk dat ik geld in ga zamelen voor MS-onderzoek. Ja. En de reden daarvoor is, ik heb een hele goede vriend verloren vorig jaar, Pim. Oh, ja. Pim heeft ruim 9 jaar MS gehad. Heeft uiteindelijk vorig jaar besloten om een einde aan zijn leven te maken via euthanasie. Omdat het voor hem ondraaglijk was geworden. Dus dat heeft me natuurlijk ontzettend geraakt. En 35 jaar vriendschap, dat is best... Dat is een dingetje. Ja. Dus toen had ik zoiets van, ik moet iets terug doen. Om de vriendschap een eer te bewijzen. En MS-onderzoek was het eerste wat bij mij opkwam. Ja. Dus dat is mijn doel van de reis. Niet alleen de mooie reis maken natuurlijk, en mooie verhalen en foto's en filmpjes maken. Ja. Maar ook proberen om bewustwording te krijgen voor MS-onderzoek. Ja, dat is misschien wel ook een keiharde vraag. Is dat nodig? Hebben ze daar geld voor? Inderdaad, ik bedoel, is daar geen geld voor? Op dit moment wordt er met miljarden gestrooid. Als ze vandaan halen, denk ik, jongen. En als dan een onderzoek 10 miljoen nodig hebt, daar is geen geld voor. Nee. En dan denk ik en nu kan er miljarden elke kant op gestuurd worden. Klopt. Maar dat is keihard nodig. Ja, maar gek is dat. Dat is dus de keiharde realiteit. Waar we eigenlijk... En net zoals voor de ouderenzorg noem maar op. Wij moeten leuren bij vrienden. Dat bedoel ik, dat is toch schande. Ik bedoel, je betaalt 35% belasting. Ja. Dan kun je dat in die paar miljoen er ook wel vanaf. En wat ook heel krom is, dat voor een bepaalde vormen van kanker is een stamceltransplantatie mogelijk. Ja. Dat schijnt voor MS ook een hele goede remedie te zijn. Alleen wordt dat in Nederland niet vergoed. Daarvoor moet je dus naar het buitenland, naar Israël, naar Amerika. En dan wordt het dus ook niet vergoed. En dan wordt het dus niet. Dat kost ruim 125.000 gulden of euro. Ja. Gulden. Nou ja. Gulden, die nemen ze daar nog aan, hoor. De gulden. Maar goed, 125.000 euro kost zo'n behandeling. Ja. En dan kan je genezen van MS? Nou, je geneest niet, maar het proces wordt stopgezet. Dus de aanval, ik weet niet precies hoe het MS werkt. Het is levensverlengend. Het proces, de aanvallen op je zenuwcentrum, wat MS dus is, dat wordt dan stopgezet. En wat je dan hebt, dat blijft dan. De schade die al heeft opgelopen, die blijft. Ja, maar het proces wordt stilgezet. Ja. Maar als je daar heel vroeg bij bent, soms wordt het heel vroeg geconstateerd van meneer of mevrouw. Ja, maar hoe kom je erachter? Wat zijn de symptomen van MS? Weet je, je hebt allemaal wel eens dat je denkt van, niet helemaal lekker. Nou, bij Pim was dat. Hij stond onder de
douche. En hij had zijn linkervoet had hij een koud gevoel. En zijn rechtervoet had hij een warm gevoel. Dat is wel heel apart. En dan dacht ik, nou, dan ga ik even omdraaien. En dat gevoel bleef steeds aan dezelfde voet koud. En toen zei hij, dus dat is iets neurologisch. Ja, ja. Dus uiteindelijk is hij in een malle molen terechtgekomen van onderzoeken. Nee, het is geen MS. Nou, gelukkig. En uiteindelijk bleek het dus wel MS te zijn. En dan begint het met een wandelstok. En toen kwam de rollator. Ja, toen werd het de rolstoel. Ja, nou, uiteindelijk komt het is dus een spierziekte. En uiteindelijk, laten we het zo zeggen, je begint met je arm praten en bla bla bla. Maar uiteindelijk, je hart is ook een spier. Ja. En je, dus er je zijn longen. Steeds meer functies die uitvallen. Ja. Dat is ALS. Ja, en bij hem was dus zijn loopfunctie al vrij snel verdwenen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, zijn armen wilden niet meer, zijn handen wilden niet meer. En hij heeft altijd gezegd van als ik op een gegeven moment zover kom dat ik ook mezelf niet meer kan voeden, mijn sigaretje kan roken of wat er ook, dan heeft voor mij het leven niet zoveel zin meer. Nee. Dus toen heeft hij besloten om... Heel dapper. Ik vind dat die beslissing ook moet zijn hoor voor de mensen. Dat ik vind dat er niet andere over moet gaan. Rijkdom in Nederland dat we dit kunnen beslissen. Ja, zeker. Je zal het zelf zijn, toch? Daar is heel veel gedoe over geweest. Daar is heel veel gedoe over geweest. Ja, klopt. Hey, we praten zo meteen weer eventjes verder. Zeker. Toch wel een serieus onderwerp. Ja, maar goed, moet dat kunnen, toch? Dat is ook de Weekendochtend Show. Toch ook de Weekendochtend Show. Zeker. Dit is de Weekendochtend Show op Staan Radio. Hey John, we praten weer even verder met je over jouw avontuur. Ja. Het is ook een avontuur natuurlijk, met een heel goed doel. Ja. Inzameling voor MS. Ja. Je startplaats, eventjes. Biskek. Ik kan er niks uit. Is dat groot? Of is dat is een behoorlijk groot land, Dat is een land? Biskek is een plaats. Kyrgyzstan is echt wel een land. Oh, zo heet het. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Hoe zit het met je... Spreken ze daar een beetje Engels? Of hoe zit dat? Niet. Niet. Jawel, toch? Ja. Niet. Mindi. Andere voeten? Nee. Zadanya Usachas Angliska. Niet. Nou, neem de uitzending even op. Moet je daar even staan? Dat kan ook. Gaan we nou gaan. Je spreekt dan een paar woordjes. Wat ben je aan het doen dan? Ik ben een beetje Russisch aan het leren. Ja? Oh, een goede vriend van mij die heeft een hele tijd in Rusland gewerkt. Dus ik had een derk gevraagd. Woordenboekje. Wat Russisch van je leren? Een paar woordjes. Hè? Hallo, dag. Fuck you. Jij bent die gebeurt heel veel. Dat komt dan in een later stadium. Hè? Het begint eerst over mooie vrouwen en dat soort. Weer. Ja, en wat links en rechts is, dat soort geneuzel. Ja. Maar goed, toen kwam hij met het idee om samen dus een cursus Russisch in Amsterdam te doen. Dus ik zit nu ruim anderhalve maand elke maandag en donderdagavond in Amsterdam in de schoolbank om een beetje Russisch te leren. Maar ik moet je zeggen, dat is niet makkelijk. Nee, want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal hier geen 18 meer. Nee, ze zeggen ook, hoe ouder je bent, hoe slechter je leert. Het is gewoon zo, toch? Het blijft slecht plakken. Dat is blijft slecht plakken, ja. Nou, dat klopt. En wat natuurlijk nog een grote handicap is... Vooral met Nederlands heb ik dat. Ja. Weet je nog wel wat vertellen? Oh, afspraken met je vrouw. Heeft u dat nog besproken? Nee, dat weet ik niet. Geen dat ik vanmorgen om 9 uur zou gaan vissen. Ja, nee, dat heb je over. Waar blijf je nou? Vergeten. Hey, maar dat is inderdaad zo, hè? De grote handicap is natuurlijk het Cyrillische alfabet, hè? Dat, hoezo? Sorry? Het Cyrillische alfabet. Cyrillische alfabet. Cyrillische. Hoe heet het Nederlands alfabet dan? Gewoon Nederlands. Dat is het Griekse alfabet. Alfa, beta, dat. Oh, oké. Dat soort geneuzel. Ja, ja. Maar nee, dat is natuurlijk wat net even iets anders dan Nederlands. En De R die wordt gespiegeld geschreven en dat spreek je uit als ja en dat betekent ik. Dus ja, weet je. Ik ben het nu al kwijt. Ik was je bij het alfabet al kwijt. De R. Ja. Dus, dit is eigenlijk, ik neem aan dat dit iets eenmaligs is, die hele motortour. Dus je gaat je eigenlijk helemaal in het diepe storten voor een toertocht van 3 maanden, waarvan je misschien 2 maanden Russisch spreekt. Ja. En daarna heb je het nooit meer nodig. Nee, maar denk leuk. Ik. Dat is wel leuk, ja, dat zeker. Is wel grappig. Ja, dat andere leuke dingen zijn. Er zijn ook mensen die gaan 1 keer naar Griekenland en die proberen dan een beetje Grieks te leren. Maar het is wel een uitdaging in. Hey, het zegt 16.000, 17.000 kilometer. Ja. Wat
ja, wat kan je verwachten dan op zo'n reis? Want ik denk, het is toch niet geen makkelijk gebied. Er is wel wat aan de hand daar ook. Ja, het is allemaal wel... Het zijn zo'n beetje iedereen heeft een AK-47. Niet de meest toegankelijke landen. Nee. Dat is een feit. Ja. Maar het zijn wel ontzettend mooie, ruige, ongerepte stoffig. Landen. Stoffig. Slechte wegen. Hele slechte wegen. Een deel van de reis gaat over de Pamir Highway. Nou, dan denk je van highway, dat klinkt hartstikke mooi. Hè? Maar hij ligt gewoon hoog. Ja. Maar hij ligt inderdaad gewoon hoog. En voor de rest is het niks. Het is hier en daar een stukje asfalt, hier en daar wat gaten en kuilen. En voor de rest... Maar je hebt de weg al verkend? Nog niet. Google. Ik heb de reis via Google al gemaakt. Ja, maar moet je luisteren, want je gaat het helemaal in je eentje doen. Ja. Dus je gaat ook slapen in een tentje of iets? Tentje gaat mee, maar er zullen ook heel veel hostels, hotelletjes. Ja. Oh, dat wel. Je gaat niet alles in een tentje doen? Nee. Oh, en heb je toevallig nog op de achtergrond een hulplijn? Dat als er is, wat, ik kan me voorstellen dat je geen ergens zit. Dit, toch? Ja, kijk, hier is over... we hebben elke kilometer is wel een garage te vinden. Ja, of een benzinepomp, ik noem maar wat. Maar heb je in nog, die landen is dat wat moeilijker. Ja, heb je een satelliettelefoon of zo? Dan kan ik me voorstellen dat hele gebieden zijn waar je totaal mee gebruikt. Een satelliettelefoon dan niet. Oh. Maar ik heb dus wel een... Sowieso een 27 MC. Een spot. Oh, ja. Een bakkie. Wat, hoe ver kom je ermee? 2 kilometer? Als je geluk hebt. Ja. Nee, ik heb wel een spot, heet dat. Het is een heel klein zendertje. Dat in geval van nood kan ik dat indrukken. En dan precies. Er zijn ook horloges die dat hebben. Ja, zo'n dingetje. Klopt. Niet te betalen. En, ja, er zijn behoorlijk prijzen. Maar in geval van nood kan ik dus... Een soort noodsignaal uitzenden. Ja. En dan komen de helikopters... De dat bedoel ik. Dan denk je dat die komen. Dat en dan krijg je zo'n flare. Zo'n vuurpijl. Ja. We maken er een heel spannende reis van. Nou, ik vind het wel. Ik heb wel wat backup natuurlijk. Sowieso een vriendin die blijft thuis. Terecht, want er moet iemand op de kat. Passen. En het geld binnenharken. Want ja, ik ga natuurlijk 3 maanden geen geld verdienen. Sorry, nee. Sorry, schat. Nou ja, met je sponsors dus. Ja, dat wel. Gaat van een ander doel toe. Snap ik. Maar ik heb ook, ik ben lid van een BMW motorclub. En daar zit behoorlijk wat technisch. Wauw. Ik ben lid van een motorclub. Ja. En zo heet je daar met van die leren hesjes. Het zijn helemaal lieve mensen. Ja. En daar kan ik in geval van... Ik snap hem. Zoeken daar contact mee. Komt dat allemaal goed? Nou, praat zo weer even verder. Ja, zeker. Wil even de route weten waar je gaat rijden. Route, ja. Dan heb je al een route plannen. Waar we je kunnen spotten. Ja. Langs de kant staan met spotten. Dit is de weekendochtend zo op Zaan Radio. Lekker blijven luisteren. Hey, praat weer even verder met John. Want ja, de tijd begint te dringen. We hebben nog 13 minuten. Dus eigenlijk eventjes vertellen wat echt het allerbelangrijkste is. Het allerbelangrijkste is geld ophalen voor MS-onderzoek. Ja. En waar kunnen mensen doneren? Mensen kunnen doneren via mijn website. Dat is shaggywheels.com. Shaggywheels.com. Dot. En daar is een pagina, de doneerpagina. En daar is een heel simpel linkje. Het is een kwestie van klikken en dan kan je een bedrag invullen. En dan is het eigenlijk binnen 2 seconden is het geregeld. Is het geregeld. En ja, nogmaals, het is gewoon heel belangrijk. Ja. Maar daarnaast is er ook voor bedrijven de mogelijkheid om een stukje reclame te maken. Oké. Ik ga sowieso natuurlijk foto's maken, want ik ben in mijn vrije tijd een fotograaf. Ja. Ik film graag, dus in de aftiteling kan jouw bedrijfsnaam tevoorschijn komen. En een sticker op de motor, een sticker op mijn scherm, whatever. Dus ben jij als bedrijf geïnteresseerd om sowieso het goede doel te steunen en er ook nog een beetje exposure voor te krijgen? Ja. Nou, ik zou zeggen, neem even contact met me op en dan kunnen wij er vast wel leuk uitkomen. Ja. En er zijn al wat bedrijven die zich hebben aangemeld. Amsterdam Warehouse Company, VSTV Transport. Dat is mijn werkgever overigens. Oh. Dus, erg makkelijk. Lekker dichtbij. Lekker dichtbij. Plannu.nl. Dat is een online vakantieplanner. Daar kan je heel makkelijk je vakantiedagen als bedrijf invullen. Maar er is nog steeds ruimte over voor stickers. Dus ja. Nou, mensen, als jullie mij willen steunen in deze strijd om MS te verslaan. Ja.
bel mij. Ik heb net het berichtje op Facebook gezet. Dus mensen kunnen daar doorlinken. Je mag geen 06-nummer plaatsen. Nee, gewoon de link van Jon's website. En dan kunnen de mensen er even rondkijken waar je naartoe gaat en hoe ik kan sponsoren. Hoeveel heb je al opgehaald, Jon? Of mag je dat niet zeggen? Is dat privé? Of Ik zit nu op iets van een 1300, 1400 euro. Wauw. Dus, dat is een kleinschalig. Dat kan natuurlijk, de sky is the limit. Hè? Ja, precies. Want wat denk je wat de onkosten alleen al zijn op zo'n gebied? Ik ga ervan uit dat er... Nee. Elke cent die gedoneerd wordt, gaat naar MS. Ik bedoel, je gaat op... Kijk, als je zoiets aangaat, je gaat op je eigen motor. Ja. Ja, ik bedoel, 16.000 kilometer voor een motor is toch wel aardig wat. Eigenlijk sponsor zeker. Je sponsort het zelf al door je motor beschikbaar stellen. Je tijd, je gaat 3 maanden niet werken, geen inkomsten. Dat ding komt op. Dan moet ik daar een kleine kanttekening aan maken. Jezus. Want mijn werkgever... Gaat het gewoon door. Mijn werkgever die is ontzettend genereus in dit hele verhaal. Niet alleen qua sponsoring, maar ook ik mocht extra vakantiedagen inkopen. Ik mocht vakantiedagen van vorig jaar mocht ik opsparen voor dit jaar. Zo. Dus ik kan met een beetje geluk kan ik 3 maanden weg zonder 1 dag onbetaald verlof. Dus nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Wat een goede werkgever heb jij. Absoluut, dus je vriendin kan makkelijk boodschappen doen. Absoluut. Absoluut. Schat, je kan gewoon wc-rollen halen, geen probleem. Nee, maar dit is mooi toch? Je gaat met de motor, hè? Ik bedoel, sponsoring, reclame. We kunnen een stickertje op de tank doen of zoiets. Ja. Maar het zijn geen. Natuurlijk, dat is allemaal interessant. Maar geen groot. Maar ik bedoel, eigenlijk, je komt natuurlijk op de gekste plekken. Ja. Hè, op het hoogste punt. Je komt waarschijnlijk ook sneeuw tegen. Ja. En noem maar op. Hele gekke bergpassen waar je niet langs kan. Ik weet niet wat voor type motor je ongeveer hebt. Maar is het ook. Off-road? Het is een all-road. Een all-road. Ja, ja. Dus hij heeft wat meer grondspeling. Ja. Hij kan het een en ander aan. Kijk, je moet eigenlijk zeg maar een... dat klinkt een beetje gek, maar een grote vlag hebben. Met een hele lichte stok die een beetje uitgaat. En dat je af en toe, als je op zo'n punt bent, even een selfie of een dingetje. Met die vlag. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, vandaar ook de mogelijkheid om stickers op mijn motor te plakken. Ja. Weet je, die... Het is toch kleinschalige reclame. Het is geen gigantische vrachtwagen waar natuurlijk gigantische letters op staan. Dus het is ook symbolisch, denk ik, voor die mensen. Dat het meer belangrijker is. Oh, ja, goed. Het grote doel is natuurlijk het groot hart van de mensen om geld te doneren voor het goede doel. Dat lijkt me logisch. En dat daarbij ook nog wat exposure komt in de zin van een sticker in filmpjes in de aftiteling. En dan vroeg ik me af je gaat het doen voor MS. Persoonlijke ervaring, je vindt het nodig, geld inzamelen, blablabla. Ja. Maar die stichting, de MS-stichting, of hoe heet dat? Stichting MS Research. Stichting MS. Ja. Hoe steunen die jou, of hoe werkt dat? Die hebben ook een link op hun website geplaatst. Ja. En ik heb een t-shirt van hun gekregen, wat ik natuurlijk kan dragen. Het gaat allemaal via linken, via website. Jij moet denk ik zoveel mogelijk foto's maken van letterlijk jouw t-shirt met de vlag, met de sponsors, om er even wat te bedenken. Motors, stickers, dat is eigenlijk daar waar je de meeste bereik mee hebt, zeg maar. Want als jij door Turkije reikt of door Bulgarije, dan denk je mensen... Op zich, want die motor gaat een bepaalde prestatie leveren. Ja. Nee, maar dat is voor BMW niet interessant. Er zijn zoveel mensen die reizen maken met hun motoren. Ik ben een van de duizenden. Dus je bent zo'n luxe ding. Deze motor, heb je die speciaal aangeschaft zeg maar, voor deze reis? Of is het gewoon een favoriete motor van je? Het is niet een gewone motortje. Het is een aardige jongen met allemaal tassen, voor en achter en weet ik het allemaal. Ja. Heb je die er speciaal voor aangeschaft? Ja, kisten, koffers. Ja. Nee, ik heb hem 4 jaar geleden gekocht. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, god, daar kan je wel hele leuke dingen mee maken. Met zo'n motor. Er kan flink wat bagage mee op. Hij kan wat hebben qua... Ja, precies. Hij is er echt wel voor geschikt. Ja, weet je, als je een keer omkukelt. Er zitten hier en daar valbeugels. Ja, dat vroeg ik me ook. Heb je toevallig ook een reservebandwiel bij? Ja, want ik kan me voorstellen. Jerry vroeg het net ook al. Er zijn inderdaad mensen die dat wel doen. Ja. Maar ik heb gewoon een propsetje. Ik heb een compressor mee. Nou, dan wordt heel veel gepropt. Ja, dat wordt behoorlijk proppen. En ik neem ook wel wat reservebindenbanden mee. Dus in ieder geval van, als het echt niet meer te proppen valt, dan wordt het heel toevallig een klein compressortje bij. Ik heb een
Ja, hij is goed voorbereid. Jij stelt goede vragen ook trouwens. Het zijn wel dingen dat je denkt van, je moet overal aan denken natuurlijk. Ja. Maar heb jij echt zo'n checklist voor op de muur geschreven van boven tot... dit niet vergeten, dat niet vergeten. Je spaken zal het opbegeven. Ja, dan heb je een uitdaging. En zeker met al die stenen daar in Rusland. Nou ja, het zijn geen normale wegen. Dat vertelde je net inderdaad. Nee, het zijn niet de hey, Jon, heel even kort de route waar je er langs rijdt. Je hoeft niet alle landen, maar even dat de mensen een beeld hebben. Waar begin je en waar eindig je? Ik begin in Kirgizië. Kirgizistan. En dan vier de standlanden boven de Kaspische Zee langs. Een stukje door Rusland, Turkije en dan Oekraïne. Wit-Rusland, de Baltische Staten omhoog. Finland. Via Finland. Ja. Naar de Noordkaap en dan via Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland weer terug. Hey, dan dat betekent ook dat je je kleding... je hebt van bloedheet tot klopt. Stervenskoud. Sowieso natuurlijk een motorpak. Ja. Dat is gewoon een vereiste. Elke meter die ik rij op mijn motor doe ik altijd in een motorpak. Maar daarnaast ook een koelvest, maar ook een extra laagje voor de warmte als het bovenin Noorwegen wat kouder is. Ja, het kouder, je komt in allerlei... dat vroeg ik net al, je komt in gebieden, hoe is het? Kom je ook door oorlogsgebieden heen of moeilijk? Dat je zegt, Ik rij op de Pamir Highway heel langs, dicht langs de grens van Afghanistan. Ja. Dat is een rivier tussen Tajikistan en Afghanistan, dat is de grens. Ja. Ja. Dus als je daar stopt en dan lopen mensen aan de andere kant van de rivier, dan kan je dus naar Afghanen zwaaien. Ja, dat bedoel ik. Maar goed, echt gevaarlijk. Ja. Nou, je kan alles opzoeken natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, je gaat er niet echt dwars doorheen. Nee, het is wel een scheidingslijn. Nee, ik ga niet door hete gebieden heen. Nee, oké. Ja, dat voelt ik me zo af. Ja. Dat is ook wel spannend natuurlijk. Ja, zeg niet dat het niet kan, maar het zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Absoluut. Ja. En we weten natuurlijk niet hoe het is over... Over 3 maanden. Ja, zeg het goed. 24 mei uit mijn hoofd, 20 mei? Ja, 20 mei hebben we de vliegticket geboekt. Ik vlieg dus samen met mijn vriendin naar Bishkek. En daar zijn we dan een dag of 3 samen. En dan haal ik mijn motor uit de kist. Want die gaat dus vanuit Duitsland via een kist. In een kist. Vrachtwagen. Over de weg wordt die naar Bishkek getransporteerd. En dan moet ik hem daar door customs heen halen. En dan... Vertel nog even 1 keer waar de mensen naartoe moeten, want de uitzending zit erop. Ja, het zit okay. En we hebben ook nog een speciaal nummer klaarstaan op jouw Shaggywheels.com. Shaggywheels.com. Staat op onze Facebook. Links staat op de website van Zaan Radio. Ja. Ja, heel veel succes. We delen het uit. Echt heel erg goede actie. We gaan je volgen. En dan moeten we het even nog wat meer aan de gang besteden. Ja, nee, zeker. Maar hij is nog niet weg. Hij is nog niet weg. En we hopen ook dat het doorgaat, toch? Ja. We gaan nog steeds vanuit dat het allemaal doorgaat. Dus heel goed. Hey, we hebben natuurlijk ook nog een nummer klaarstaan. Vertel even waarom, want die draaien we even afsluiten. Ja, dat is het nummer van Pharrell, Happy. Dat was het laatste nummer wat gedraaid werd op de begrafenis van Pim. Ja. Dat is sindsdien een nummer voor mij met een hele speciale betekenis. Nou, mooi. We draaien hem eventjes voor Pim en voor jou. Voor Pim. En iedereen die het nodig heeft. Pim, ik hou van je. Dit was het eerste uurtje Weekendochtendshow. Jon, we bedanken jou. En de rest tot de tweede uur. Tot zo. Tot zo.